Ja, ik relativeer dat altijd maar een beetje door te zeggen dat wij als NPCF een koepel zijn van patiëntenkoepels met daaronder patiëntenorganisaties. En daar zijn nog weer patiënten lid van. Dus die patiënt zit bij ons soms ook nog wel ver weg. Maar wij hebben wel makkelijk toegang tot ze en we kunnen wel met ze praten. Dus we weten wel goed wat ze willen. Nou, ik ben geïntroduceerd, dus dat hoeft niet meer te gebeuren. Wij hebben vorig jaar mei, als NPCF zijnde, een visiedocument gepubliceerd over gezondheid 2.0, health 2.0. En daar zijn we ingegaan op de toekomst en de betekenis van e-health. Ik heb voor de liefhebbers een 1.0 versie op papier en hij is ook te downloaden. In gewoon moderne vorm, zullen we maar zeggen. Het centrale punt in die visienotitie is dat het gaat bij die beweging om patient empowerment. En net werd al gezegd, ja, wat is dat nou eigenlijk? Het is inmiddels volgens mij een goed Nederlands woord geworden. De patiënt centraal stellen, geven mogelijkheden om een positie in de zorg te krijgen waarin die mee kan denken, mee kan beslissen, mee kan praten over zijn eigen zorg. En ja, we hebben wat andere aspecten al gehoord. Een goed voorbeeld, ik weet niet of u het kent, maar is Maarten Lens Fitzgerald. Die een weblog is gaan bijhouden op maartensjourney.com. En dat startte 4 juni 2008. En wat gebeurde er? Hij heeft op zijn weblog wat foto's neergezet. Omdat hij geconfronteerd wordt met de uitslag dat hij in zijn borstkas een nogal grote tumor had zitten. Hij heeft op zijn weblog bijvoorbeeld zijn foto's, zoals u hier ziet, gepubliceerd. Open en bloot. Dat is even wat anders dan, ik weet niet of mensen hier zitten die bezwaar hebben gemaakt tegen hun EPD. We zouden het er niet over hebben, maar dit is wel het andere uiterste. En wat schrijft hij op zijn weblog? Hij beschrijft zijn belevenissen en hoe hij omgaat en het gesprek met zijn artsen aangaat en informatie zoekt op internet en deelt met zijn lotgenoten en die hele conversatie eigenlijk daarover vertelt en ook weer mensen deelgenoot van maakt. Wat is dan het belangrijke punt? Hij zegt, I'm in control. Nou, dat is toch typisch waar het natuurlijk over gaat, hè, als je het hebt over patient empowerment. Dus dit wilde ik eens even laten weten om te introduceren het onderwerp. Waar gaat het nou om? Keuzes maken in de zorg. En als je dan kijkt waar de NPCF zich sterk voor maakt, dan is dat voor vraaggestuurde zorg. Ik had vanmiddag, toen ik nog aan deze presentatie aan het sleutelen was, had ik eerst als ondertitel voor deze sheet gekozen, de zorgconsument bepaalt. Vanuit ons perspectief is dat denk ik heel logisch. Maar omdat het ook gaat om die dialoog, heb ik er maar van gemaakt, de zorgconsument bepaalt mee. Het gaat erom dat je daar iets over te zeggen hebt. En daarover mee kan denken en dat gesprek over aan kan gaan. En waar gaat het dan over bij vraaggestuurde zorg? Nou, de patiënt die wil mee bepalen het doel van zijn zorg, van zijn behandeling. De vorm van de zorg die hij kan kiezen. Het tijdstip, wanneer en op welke plek. En is dat makkelijker als ik dat thuis doe? Of is dat, komt het me beter uit in verband met werk als ik 's avonds naar de huisartsenpost ga in plaats van overdag? Daar hebben we van het weekend nog over gelezen, dat toch wel door sommigen als een probleem wordt gezien. Er valt veel meer over te zeggen dan ik nu doe. Ik chargeer natuurlijk een beetje. De soort zorg. Zijn zorgverlener wil die kunnen kiezen. Nou ja, allerlei keuzes voor die patiënt. Nou, daar zijn natuurlijk randvoorwaarden moeten ingevuld worden om een goede keuze te kunnen maken. Heb je keuzeondersteunende informatie bij nodig. Je moet weten, is dit snoepje zoet? Is het zuur? Is het wat dan ook? Maar smaakt het naar fruit of niet? Informatie moet transparant zijn en inzichtelijk. Die informatie moet gedeeld worden. Hè. Als je op dit moment inzage wil in je medisch dossier, dan is dat soms nog best wel een hele tour. De berichten uit de eerste presentatie, hè, de toegang patiënt, inzage in je EPD. Nou, wij ontvangen dat natuurlijk met positief gejuich, zou ik aan zeggen, als NPCF. Het gaat om het samenbrengen van objectieve en subjectieve informatie. De site Kies Beter werd al genoemd. Heel veel indicatoren en er wordt van alles gemeten. En werd ook al gezegd, de patiënt die kan daar zo weinig mee. Het zegt hem zo weinig meer.
En wat is dan vooral ook belangrijk voor die patiënt? Wat komt daarbij? Nou, gewoon het gesprek op het schoolplein. Van, vorige week is een buurvrouw in het ziekenhuis geweest en die heeft daar een hernia-operatie gehad. Nou, die zal een week later nog niet op het schoolplein lopen. Maar daar wordt over gepraat. En daar wordt over gepraat op verjaardagsfeestjes. Van hoe was het daar? En heb je lang moeten wachten? Of werd er misschien, heb je lang moeten wachten en was de koffie toch goed? En werd er ook nog even gezegd waarom je zo lang moest wachten? Want dat maakt het toch een stuk draaglijker. Die subjectieve belevingsinformatie, ervaringen van patiënten, die willen wij gaan koppelen. Dat is belangrijk. Ah ja, en ICT maakt dat natuurlijk mogelijk. Als je het hebt over informatie en over het samenbrengen van gegevens uit verschillende bronnen, is ICT natuurlijk een geweldig middel daarvoor. En daarbij toegevoegd het punt dat het niet alleen gaat om ICT. Dat is natuurlijk meteen ook een heel terecht punt. Maar het is denk ik wel een heel goed middel om een verandering in de zorg teweeg te brengen. En je ziet dat dat al gebeurt. En dan kun je dus komen tot een goede keuze. Speerpunt van de NPCF is, daar hebben we voor dit jaar toch wel benoemd, laten we maar zeggen een personal health record. Om daarnaar te gaan kijken. Van wat is daarvoor nodig? Wat bestaat er al? Hè? We hebben de Google Health. We hebben Microsoft Health Vault. En wat je hier dan meteen ziet, en daar kom ik in een volgende sheet nog wel op terug, dat Microsoft ook duidelijk de visie heeft dat het niet alleen gaat om zorg. Want de patiënt is meer dan zorg, meer dan zijn ziekte. Voor de liefhebbers van definities, ik heb er één gevonden. Ik ga hem niet voorlezen of wat, maar ik denk stop hem er toch maar even in. Ja, wat kan een patiënt nou met informatie in een personal health record? Je kan wat verschillende toepassingen bedenken. Kijk, een patiënt kan wat verzamelen. Dat is natuurlijk een hele basale functie. Tweede stap, eigenlijk tweede niveau, is dat die patiënt ook kan delen. Hij kan weer informatie beschikbaar maken. De informatie die hij gevonden heeft beschikbaar maken. Het volgende niveau is dat een patiënt het kan gebruiken om echt uit te wisselen. Zijn ervaringskennis bijvoorbeeld toe te voegen, dat je kennisvermeerdering krijgt. En het hoogste niveau hierin is eigenlijk wat wij toch wel zien, hè, dat self-management, die empowerment, dat die patiënt er ook daadwerkelijk gebruik van gaat maken. Dat groepen patiënten, hè, een voorbeeld van een community op het gebied van diabetes in Amerika, die waar een subgroep is van mensen die wetenschappelijk geschoold zijn en die de medische literatuur op het gebied van diabetes bijhouden. Nou, die groep die kan dat beter dan uw huisarts. Want die heeft wel heel veel meer artikelen te lezen als die daar al aan toe komt. Groep met diabetespatiënten die en de juiste achtergrond heeft om daar eens iets zinvols over te kunnen zeggen, die heeft daar wel tijd voor. En die kan denk ik een heleboel zinvolle informatie genereren waar uw huisarts iets mee kan. En dan gaat het bij zo'n personal health record natuurlijk om uitwisseling met een heleboel verschillende mensen. Ik zei hier, vanmiddag heb ik de zorgverlener pas hier op positie 5 gezet. Want hoe vaak zie je nou als je als patiënt of chronisch patiënt, vergelijking, wie zie je vaker? Je vrienden of je familie, lotgenoten, je werk of je zorgverlener? Nou, waarschijnlijk, die zorgverlener die zie je niet zo vaak. Die andere mensen die om jou heen staan, die zijn waarschijnlijk veel belangrijker. Nou, dat is een functie waar zo'n personal health record of zelfzorgdossier een heel veel in kan betekenen. Nou, wat ik net al zei, die patiënt is niet zijn ziekte.